Arnhem heeft te maken met veel eenpersoonshuishoudens. Welke gevolgen hebben deze alleenstaanden voor de stad en bijvoorbeeld de woonbehoeften? Je krijgt natuurlijk weer aparte problematiek. Je krijgt in de zorg extra problemen, want wie zorgt er voor iemand die alleenstaand is? Op de woningmarkt is denk ik heel belangrijk. Er is meer behoefte aan wat kleinere woningen in plaats van grotere gezinswoningen. Op allerlei vlakken moet je gaan kijken hoe je als gemeente daar beter op in kunt spelen. Maar ik zie wel in de nieuwbouwprogramma's die er zijn, dat er steeds meer wat kleinere appartementen gebouwd worden. Als je kijkt naar een aantal transformaties die we in de stad hebben gedaan, dan zie je dat het vaak toch voor 1- en 2-persoons huishoudens is. Dus voor kleinere dan de grote gezinnen, zou ik maar zeggen. Maar er is nog wel een beetje een mismatch. En wat gaan we daaraan doen? Hoe gaan we dat zorgen dat zich dat aanpast? Nou ja, dat is niet van de ene dag op de andere dag aan te passen. Dat kan je wel via je bouwprogramma's doen, maar je voegt eigenlijk elk jaar maar een beperkt aantal woningen toe. Mm-hmm. Wat je ook nog over na kunt denken, is natuurlijk toch maatregelen die stimuleren dat mensen bijvoorbeeld kleiner gaan wonen. Heel veel ouderen zouden dat wel willen. Maar zien daar tegenop vanwege de verhuizing. Maar ook omdat verhuizen toch ook wel een hoop geld kost. Als je aantrekkelijke varianten hebt, hè, bijvoorbeeld om maar iets te noemen, dat je als ouderen zelfstandig kunt wonen, maar dan in kleinere woongemeenschappen, maar wel met elkaar. Hè, bijvoorbeeld een knarrenhof of zoiets. Dan zijn dat leuke initiatieven, denk ik, die ervoor zorgen dat er grotere woningen vrijkomen en mensen toch een volwaardige en prettige woonomgeving hebben. Ja, buiten het woonaanbod op zich, hè, u geeft al aan van het zijn ook veel ouderen, dat vergrijst ook die groep. Dat geeft ook misschien een beetje het beeld van eenzame ouderen die zo alleen in grote huizen wonen, zeg maar. Wat gaan we daaraan doen, ook aan die eenzaamheid? Ja, aan die eenzaamheid gaan we natuurlijk een hele hoop proberen te doen. Soms hangt het samen met het wonen, soms hangt het ook samen met de situatie waarin mensen zijn. Ik denk dat we ons moeten voorbereiden op een samenleving waarbij we toch ook in de manier waarop we zaken organiseren, via vrijwilligerswerk, via mantelzorg, maar ook via het meer toch samen kunnen wonen, zorgen dat die eenzaamheid een stukje minder wordt. De wethouder zal deze ontwikkelingen meenemen in zijn woonagenda.